Ja, beste mensen, we horen steeds meer verhalen over honden, vooral kleine hondjes, die slakken, gif of misschien wel slak hebben gegeten die met gif zijn behandeld. Nou, je kunt je voorstellen, een kleine hond, een chihuahua, dat er 2 of 3 slakken die giftig zijn, die er behoorlijk ziek van kan worden. Maar voor grotere honden moet je eigenlijk toch wel een beetje meer eten, dus wat grotere hoeveelheid slakkengif. Daar zit metaldehyde in, dat ruikt naar formaline of formaldehyde, dat kennen de meeste mensen misschien wel. Dus, heel veel honden vinden het eigenlijk lekker, wat heel apart is. Maar niet alleen honden, ook katten, koeien, paarden, schapen kunnen er symptomen van krijgen en kunnen er aan doodgaan. Nou, wat zijn eigenlijk de verschijnselen als je slakkengif gegeten hebt? De hond wordt misselijk, krijgt een beetje krampen, dan krijgt hij zenuwaanvallen en kan doodgaan. Nou, dat wil er graag voor zijn. Als je hond dus echt wat gegeten heeft, is het heel belangrijk dat je zo snel mogelijk, echt een spoedgeval, naar de dierenarts gaat en de hond laat braken. Als je daar, als die je niet binnen een uur kunt zijn, hè, maar als het langer duurt, dan kun je dus koolstof, Norit aan je hond geven, dat bindt de toxische stoffen. En verder moet hij ook door de hond door de dierenarts worden nagekeken en in veel gevallen opgenomen, want hij moet aan het infuus. Je wil dan het volume, de gifstoffen lossen zich op en de nieren kunnen makkelijker de gifstoffen afvoeren. Ja, maar als het dus al heel ver is, dan kan de hond daar ook aan overlijden. Dus kijk uit met slakken die vergiftigd zijn. Hè? Dus ja, als je zelf slakken bestrijdt, hou je hond uit de tuin. Kijk uit met slakkengif in je huis, dat je het goed opbergt, liefst in een gesloten trommel ergens bovenop zetten of in een afgesloten kast. Nog beter, ook voor de kinderen. En als je buurman de slakken bestrijdt, vraag dan even of hij op de hoogte houdt, dat je je hond even goed uit de tuin kunt houden. Dat je hem aangeleind uitlaat, want slakkengif is niet alleen giftig voor slakken, maar ook voor honden en andere huisdieren.